Hey boys, welkom allemaal. Welkom lieve vrienden, vriendinnen. En laat ons onze blauwe vriendjes, de Smurfen, niet vergeten. Ik wou deze video eerst niet doen. Omdat ik zoiets had van... Ik zie de reden niet waarom dat ik het zou doen. Maar ik dacht in mijn eigen van, ik mag dat niet voorbij laten gaan gewoon. Dus daarom dat ik dit wel doe. Zoals jullie weten, of nog niet weten, ik weet niet tot hoever jullie mijn Twitch-avonturen van Oldschool RuneScape volgen. Maar ik ben dus geband op Twitch voor welgeteld 7 dagen. Nu, de ban was in mijn opinie niet mijn schuld. Ik heb daar dus eigenlijk echt geen schuld aan. En ik zal jullie ook gewoon uitleggen waarom. Dus je moet eerst de situatie weten en die ga ik nu schetsen. Dus eigenlijk, we zaten gewoon een beetje te chillen. Ik was bezig met wat content te doen op Twitch. Want lachen, want zeveren, want babbelen, dit en dat. En mensen begonnen song requestjes aan te vragen. Nu, je moet weten, song requestjes op Twitch, dat mag allemaal. Dat is allemaal geen probleem. En er kwam wat voorbij, zo aan Nederlandstalige lachmuziek en dit en dat. En dan ineens was er een kerel en die begon dingen aan te vragen die niet oké zijn voor Twitch. Zoals je weet, Twitch heeft echt iets tegen racisme en haatdragend gedrag en zo. En sommige dingen mocht je zeggen op Twitch, maar andere dingen mocht je helemaal niet zeggen op Twitch. Dus daar moet je echt wel rekening mee gaan houden op Twitch. En die kerel die begon eerst zo, ja, iets vaag van ja... Iemand dat de zwarte mensen, een neger eigenlijk, aan het uitschelden was. Trouwens, het woord neger is ook verboden op Twitch. Dat mocht je dus niet zeggen. Op YouTube is dat anders, maar op Twitch mag het gewoon niet. Dus doe het ook niet, want het gaat gewoon zorgen dat je geband wordt en zo om den duur. Dus die begon eerst daarmee. Nu, ik negeerde die mensen een beetje in het begin, omdat ik zoiets had van... Ga daar niet te veel... tijd in steken, want die is me dat eigenlijk niet waard, om eerlijk te zijn. Nu, hoe weten de tijd evolueren en zo. En die bleef maar links zetten, maar extremer. Zo, American History X, ik weet niet of je die video ooit hebt gezien, maar dat is een video over nazi's, gewoon over het nazisme. En toestanden en al. En die mens die bleef daar shit van in mijn Twitch zetten. En als ik dan vroeg waarom dat die mens dat eigenlijk deed, zeiden, ja, jij wilt toch song requests of niet? Ja, ik wil song requests, maar ik wil normale song requests. Ik wil dingen dat ik kan afspelen en zo, snapte. Ik wil niet fucking een speech van Adolf Hitler of het boeit mij gewoon niet, weet wel. En ik ga daar ook gewoon niet in mee. Dus daarom, dat was punt 1. Nu punt 2, en dat staat eigenlijk gewoon in de e-mail ook. Er was iemand op Discord, ik ga die man niet bij naam noemen, want ik ga je niemand shamen. Die was, dat is eigenlijk een hele grappige man. Maar die denkt soms niet goed na over dingen dat hij zegt, of die doet dingen om grappig te zijn voor anderen, maar... Je moet weten, als je streamt, moet je opletten op wat je zegt. Like als ik zei, woorden zoals neger en zo, dat kan je gewoon fucking geband voor geraken. Dat doet Twitch gewoon. Twitch is niet bezig met, oh nee, die heeft dat zo niet bedoeld. Nee. Het is gewoon bam, bam. Gewoon direct gedaan. Geen bullshit daartussen. Nu, en dat zei hij dan ook gewoon. Hij zei het woord zwarte en zwarte refereert dan naar het woord neger. En voilà, daarom, ik ga nu een stuk voorlezen uit de e-mail dat Twitch mij heeft gestuurd. Voilà, nu komt het. Hallo TRC Live. Twitch doet er alles aan om onze community voor iedereen veilig te houden. Daarmee moeten we alle gebruikers ervoor zorgen dat alles wat op hun account wordt gedeeld, voldoet aan de gebruiksvoorwaarden en community-richtlijnen van Twitch. Daar ga ik straks over verder. Na beoordeling van je activiteit of content hebben we overtredingen van de community-richtlijnen geconstateerd. De toegang tot de Twitch-diensten is daarom tijdelijk beperkt. Meerdere overtredingen kunnen leiden tot een permanente ban.
Dus Twitch zegt eigenlijk letterlijk: jij bent een kleuterleider. Want jij bent verantwoordelijk voor alles wat iedereen doet. Als er iemand in uw chat komt zitten en die begint shit over, ja, weet ik veel waar, racistische, nazistische, het maakt niet uit gewoon wat te zeggen, zit jij daar verantwoordelijk voor. Niemand anders. Dus hetgeen dat je kunt doen is, ja, zo snel mogelijk bannen en hopen dat Twitch daar dan niet over... Want ik zeg het, ik heb niks gezegd, hè. Ik heb niks gezegd over... Over, weet ik veel, Adolf Hitler, nazi's, SS-gedoe, over negers, over zwarte mensen. Daar allemaal niks over gezegd. Ik heb daar niks mee te maken. En om eerlijk te zijn, het interesseert mij ook gewoon eigenlijk heel weinig. Dat moet je weten. Dus, ja, ik ben nu 7 dagen geband. En, normaal gezien is dat tot zaterdagavond. Dus ik zal zaterdagavond zondagmiddag terug kunnen streamen. Maar ik wou dit wel even gewoon zeggen. Ik wou jullie uitleggen hoe dat het komt en zo. Want ik ga er ook op mijn stream. Ik ga daar niet meer over beginnen. Ik ga gewoon zeggen van kijk. Wilt je mij een uitleg horen over hoe dat het komt dat ik geband ben. Of over dit of over dat. Oké, dat is allemaal goed. Maar bekijk dan gewoon die video. Snap je? En dan kunnen we dat hoofdstuk hopelijk afsluiten. Het is ook gewoon zo, je moet weten, we leven in een wereld waarin dat iedereen butthurt en offended is van alles en nog wat. Ik bedoel maar gewoon simpelweg, ik ben 29 jaar, pakweg 20 jaar terug, ging ik met mijn ouders naar een Sinterklaasfeest. Niemand dat daar iets rechts of nazistisch of racistisch in zag of zo. Het was een kinderfeest. Maar nu, elk jaar komt dat gewoon terug. En het is direct van, Zwarte Piet en Blackface, je zijn een racist, je dit, je dat, je... Ik bedoel, jongen, weet je kunt het zo ver drijven als dat je wilt, man. Ik bedoel, heel simpel, als je kijkt naar South Park, en je kent South Park een beetje, en Cartman scheldt Kyle uit voor Jood, ja, weet je, dat is ook gewoon racisme, ja, ik bedoel... Als je echt wilt, kun je overal en iets wel gewoon racisme inzien. Dat is gewoon de waarheid. Dat is de tijd waarin dat we leven. En iedereen is wel offendend van iets of wat dan ook gewoon. Het maakt niet zozeer uit. Dus dat is eigenlijk een beetje de kant van het verhaal dat ik wou vertellen. Dat is ook gewoon mijn kant wat ik wou vertellen. Ik heb geen... haatgevoel naar Twitch toe, want Twitch doet wat ze denken dat goed is, gewoon, denk ik dan. En Twitch heeft die regels opgesteld en het is heel simpel, of je volgt ze, of je volgt ze niet en je trapt het af, denk ik dan. Dus vandaar, dat is het eigenlijk gewoon een klein beetje. En ja... Ik wil zeggen, het is een spijtige zaak, maar ik ben blij dat het maar voor 7 dagen was. Want ik ken mensen die zijn al voor heel wat minder, veel langer geband. Dus alleszins, ik ga ermee over ophouden. Ik ben jullie nu al ongeveer een goede 10 minuten aan het doodzaaien met mijn kant van het verhaal, mijn opinie en over hoe dat alles is gebeurd en dit en dat. Dus ik ga daar eigenlijk ook gewoon over stoppen. Ik wou het gewoon uitleggen en dit is het gewoon. Als je nog vragen hebt, contact me op social media. Ik heb Facebook, ik heb Twitter, ik heb Instagram. Je kunt mij altijd sturen over wat dat er gewoon ook is. Als je erover wilt babbelen en dit en dat en zo. En ik zal daar altijd wel op in proberen gaan. Nu, ik ga de video afronden. Ik wil iedereen bedanken om te kijken. Merci allemaal om naar mijn gezag te luisteren. En ja, ik zie jullie graag gewoon zondag terug in een nieuwe stream. Merci om te kijken en tot de volgende. Yo, nog een goede dag.